Meneer voorzitter. Meneer voorzitter, in het kader van de technische gesprekken om te komen tot een nieuw IMF-programma. En die gesprekken die vinden al geruime tijd plaats. Met als doel om te komen tot die noodzakelijke hervormingen binnen onze economie. Meneer voorzitter. Zal er een team van IMF afreizen naar Suriname. En dat zal de komende week gebeuren. Er is een heel lijvig programma, lijvige agenda. En er zullen gesprekken gevoerd worden met verschillende ministeries, sociaal-maatschappelijke organisaties, om te komen tot afronding van het nieuwe programma, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, is ook heel lang en hard en zorgvuldig gewerkt afgelopen, ik kan zeggen meneer voorzitter, 2,5 jaar om de schuldherschikking met de commerciële crediteuren te realiseren. En we hadden al eerder aangegeven aan uw geachte college dat de regering gaat voor schuldherschikking met alle schuldeisers. Met alle crediteuren waar we onderscheid maken tussen die commerciële crediteuren, die bilaterale schuldeisers zoals landen, India en China, maar ook met andere landen die zich gebundeld hebben in de Paris Club. Meneer voorzitter, het was een belangrijke doelstelling van ons als regering, maar ook als integraal onderdeel van het herstelbeleid om aan die schuldherschikking te gaan werken. Ik heb het hier eerder al aangegeven, meneer voorzitter. Het is niet goed om een volgende generatie, kinderen en nog kinderen die geboren gaan worden, hen te belasten met een schuldvraagstuk. Om een hypotheek op de toekomst te gaan vestigen, meneer voorzitter, is niet goed voor een natie, is niet goed voor een ontwikkeling. Maar ook niet goed als we inderdaad dit land in alle vrijheid, maar ook met voldoende mogelijkheden van de Surinamer, de burger, wensen te ontwikkelen. Dat het niet prettig is om op te groeien met een last op je schouders, met een zware schuld op je schouders. En dat is het doel geweest ook, los van die ordening van je economie, los van herstel van jouw economie, om te werken, duurzaam te werken aan die schuldherschikking, meneer voorzitter. Maar natuurlijk moet je als regering ook met inzet komen. Want wat heb je als je aantreedt als inzet? Als nieuwe regering, waarbij nog een wantrouwen heerst, meneer voorzitter. Wij zijn met als inzet gekomen vertrouwen. Vertrouwen wat we ingezet hebben met ons herstelprogramma. Met de serieuze intentie van ons als regering om serieus te werken aan die herstel van die economie. Aan wederopbouw, maar ook namelijk dat wij herschikken wilde met het achtnemen van internationale standaarden, procedures. En dat we die herschikking op een ordelijke wijze goed in elkaar wilden hebben, meneer voorzitter. Om het ook draaglijk te laten zijn. Om het ook uitvoerbaar te laten zijn, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, reeds voor wij aantraden, waren we al begonnen om gesprekken te voeren met dezelfde bondholders. En toen al bleek dat men geen vertrouwen had, want inmiddels steeg de schuld en er was geen vertrouwen ook om zaken te doen met de vorige minister van Financiën, meneer voorzitter. En daarom had men toen ook al gevraagd dat men gaat wachten op de nieuwe regering. Om dan met de nieuwe regering
aan de slag te gaan om te komen tot die discussie rond schuldherschikking, meneer voorzitter. We hebben de schuld overgenomen van de vorige regering. En het ging om totale lening van 675 miljoen Amerikaanse dollar. Tegen rente van respectievelijk 9,25% op 550 miljoen Amerikaanse dollar. En 9,87% op 125 miljoen Amerikaanse dollar. Waarvan de default rente was opgelopen naar 12,87%. Meneer voorzitter. De totale schuld is opgelopen tot 880 miljoen Amerikaanse dollar per mei 2023, meneer voorzitter. Waarvan de achterstallige rente is opgelopen tot 205 miljoen Amerikaanse dollar. Meneer voorzitter, dit jaar zouden wij de notes van 125 miljoen Amerikaanse dollar moeten aflossen. En samen met de achterstallige rente op deze schuld zouden bijkans 200 miljoen aan schuldenlast moeten betalen op deze schulden, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, in 2026 moeten we een schuld aflossen van 550 miljoen Amerikaanse dollar. Dat moeten we volledig aflossen. Dat is wat we overgenomen hebben, meneer voorzitter. En als we de achterstanden op rente meenemen, tot op dit moment, dan zouden we in dat jaar bijkans 860 miljoen Amerikaanse dollar moeten betalen. Meneer voorzitter. Meneer voorzitter, u herinnert zich misschien dat de vorige oppositie, meneer voorzitter, en dat waren wij, ook in het parlement, maar ook buiten het parlement, wij de schuldeisers erop gewezen hadden dat Suriname niet in staat zou zijn de schulden terug te betalen. Meneer voorzitter, we hebben uiteindelijk een principe overeenkomst bereikt met de zogenaamde bondhouders. En wat betekent dit? Meneer voorzitter, dit betekent dat de schuldherschikking het einde betekent van de default status, meneer de voorzitter. En ik hoop dat u begrijpt wat ik hier wil aangeven. Wat het betekent als je als land een default positie hebt. Inomang pai. Je kan je schulden niet aflossen. Dat is je status. Met als gevolg dat niemand met jouw zaken wenst te doen. Geen geld wenst te lenen. Of tegen hele hoge hoeken rente. Meneer voorzitter. Meneer voorzitter, dit betekent ook dat ons land aantrekkelijker zal worden als een investeringsland. Meneer voorzitter. En we zullen minder betalen. Meneer voorzitter, en ik vraag uw aandacht. En dat is een kwart minder van het bedrag. Kwart minder van het bedrag van de lening en de opgebouwde rente als gevolg van die schuldherschikking, meneer voorzitter. Dus van de 880 miljoen Amerikaanse dollar zullen we met de schuldherschikking alleen 650 miljoen moeten betalen, meneer voorzitter. En uiteraard op basis van een goede tijdlijn, goede condities, meneer voorzitter, de rente van de oorspronkelijke lening was 9,25% en 12,85% en nu zal de rente zijn 7,95% en dat is 2-5% minder, meneer de voorzitter. Dit is ook een substantiële besparing. Meneer de voorzitter, en dit betekent ook dat we in het jaar
2024-2025 wij slechts 4,95% aan rente gaan betalen, terwijl de rest na 2025 betaald zal worden. Dus in feite hoeven we voor dit jaar niks te betalen, meneer voorzitter. 2023 betalen we niks. De kwijtschelding van de schuld aan de bondholders, en laat er hierover geen misverstand bestaan, meneer voorzitter. De kwijtschelding van de schuld aan de bondholders zal vergoed worden als er olie in blok 58 gevonden wordt, namelijk in het zogenaamde, en dat noemen we Value Recovery Instrument, VRI-instrument, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, en dat zal gebeuren op basis van een percentage van de royalty. En niet van een blok daar zo, van de royalty. Meneer de voorzitter, de regering heeft meerdere malen aangegeven dat de stand van de economie het noodzakelijk maakt om fundamentele hervormingen door te voeren. En dat is nodig om beter Suriname te creëren voor de Surinamers van vandaag en de komende generaties. En we beseffen als geen ander dat dit niet makkelijk is en geen makkelijk proces is, meneer voorzitter. En dat het veel heeft gevraagd en nog steeds veel vraagt van onze landgenoten. Internationale en externe ontwikkelingen hebben ook negatief bijgedragen aan het herstel. En vandaar dat de moeilijke periode langer duurt, meneer voorzitter. Maar tegelijkertijd hebben we periodiek de sociale voorzieningen verhoogd. Naar de samenleving toe, naar de kwetsbare groepen toe. En dat zullen we blijven doen als regering, meneer voorzitter. We enerzijds maatregelen treffen om die economie te herstellen, te stabiliseren. Schuldherschikking treffen op een duurzame wijze. Inkomstenverhogende maatregelen treffen. Uitgavenverminderende maatregelen treffen. Subsidie geleidelijk aan afbouwen om te komen tot evenwicht binnen onze economie. Maar tegelijkertijd de samenleving die getroffen wordt beschermen, meneer de voorzitter. En dat hebben we gedaan met de uitvoering van het Social Beneficiary Programma. En het Social Beneficiary Programma is een systeem welke is ontworpen door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. En daar is onder andere opgenomen het Sociaal Programma. Deze houdt in dat er een koopkrachtversterking van 1800 SRD wordt gegeven aan kwetsbare gezinnen met een inkomen van minder dan 6000 SRD bij de overstap van object naar subjectsubsidie. De koopkrachtversterking behelst over 7 goederen en diensten te weten: water, elektriciteit, brandstof, gas, transport, basisvoeding en medicamenten. En vanaf de start van de fysieke als online registratie hebben 59.159 personen, meneer voorzitter, 59.159 personen zich geregistreerd voor de koopkrachtversterking van 1800 SRD en de registratie gaat door. De uitbetalingen van de koopkrachtversterking zijn al vanaf januari 2023 van start gegaan, waarbij januari tot en met maart 2023 is 18.100 gezinnen in aanmerking zijn gekomen voor 1800 SRD. Over de maand april 2023 komen er nog 31.038 gezinnen in aanmerking voor deze koopkrachtversterking, meneer voorzitter. De gezinnen welke vanaf januari 2023 zijn uitbetaald, bestaan onder andere uit senioren burgers, mensen met een beperking en zwakke huishoudens. De regering heeft tot nu toe ruim 153.608.000 uitgegeven voor de uitbetaling van koopkrachtversterking. Dit bedrag behelst van januari tot en met maart 2023. En dat is SRD
97.740.000 en in april 2023 55.868.400, meneer voorzitter. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is er eens van start gegaan met de fysieke distributie van Monikartas. Voor de zwakke huishoudens, voor alle districten, welke reeds in het bestand van sociale zaken en volkshuisvesting voorkomen. En dit wordt verder voortgezet, meneer voorzitter. En met de beschikbare capaciteit is er vanaf het begin met man en macht gewerkt aan elk gezin dat zich heeft geregistreerd en voldoet aan de vastgestelde criteria, zo snel als mogelijk wordt voorzien van de koopkrachtversterking. En de regering doet er alles aan om de nood van het volk te lenigen. De registratie voor de koopkrachtversterking blijven gecontinueerd, meneer voorzitter. En de regering is in overleg met de vakbonden. De regering is in overleg met de georganiseerde vakbonden, meneer voorzitter. En u ziet, enkele ministers zijn op dit moment, die hebben zich teruggetrokken, omdat er op dit moment de laatste hand gelegd wordt om in goed overleg, constructief overleg, om met de georganiseerde vakbonden overeen te komen, een pakket van maatregelen, welk zal moeten leiden tot koopkrachtversterking, meneer voorzitter, naar de samenleving. Maar hierover kunnen we pas mededeling doen als er volledig overeenstemming is bereikt met onze sociale partners, met onze vakbonden, meneer voorzitter. En daarover krijgt u college nadere informatie, meneer voorzitter. Natuurlijk, meneer voorzitter, alle maatregelen die we gaan treffen moet budgetneutraal zijn. En alle maatregelen die we gaan treffen, die moeten passen binnen het IMF-programma, meneer voorzitter. En alle maatregelen die we gaan treffen, meneer voorzitter, die mogen niet bijdragen tot inflatieverhoging en of invloed hebben, negatieve invloed hebben op de koersontwikkeling, meneer voorzitter. En we gaan alles eraan doen om te zorgen dat die negatieve effecten zich niet zullen voordoen, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, we komen van een herstelfase. We zijn nu in een stabilisatiefase. En we gaan naar een fase van groei. We gaan naar een fase van bloei. En we gaan naar welzijn en welvaart voor de Surinaamse samenleving. En dat zullen we doen in het belang van de natie en het volk. Met deze uitdagende taak. En dat zullen we gezamenlijk doen, meneer de voorzitter. 25 mei, we beginnen aan de tweede helft. Tweede helft met ander beleid, beter beleid, volksgericht. Meneer de voorzitter, met nieuwe prioriteiten. Allemaal informatie die gekomen zijn uit het vooroverleg van onze nationaal dialoog. Het rapport is gisteren besproken in de regeringsraad. Er is een tijdlijn uitgezet tot en met 24 mei. Om dat rapport goed aangevuld te krijgen, de prioriteiten goed geïdentificeerd te hebben. Tijdlijn, resterend 2 jaar met de prioriteiten en de targets. En we gaan ook platformen ontwikkelen waarbij de samenleving ook betrokken zal worden, meneer voorzitter. Dat zullen financieel-economische platformen zijn, politiek-bestuurlijke platformen, maar ook sociaal-maatschappelijke platformen. Waarbij de gemeenschap de ruimte zal krijgen om de uitvoering van het beleid ook mede te helpen monitoren, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, dat was de informatie die ik met u wilde delen. En de bedoeling was dat de minister van Financiën een beetje meer detail informatie zou geven. Maar nu is een onderhandeling met de vakbonden. Dank u wel. Goed, dank u wel, president.